Burgemeester, u heeft 2 weken geleden een videoboodschap opgenomen om de inwoners van de gemeente Alphen erop aan te dringen zich vooral te gaan houden aan de coronaregels. Een van de boodschappen die u had is verjaardagen kunnen niet gevierd worden. Nu was u afgelopen maandag jarig. Ja, dat klopt. Het goede voorbeeld gegeven? Zeker. Er is niemand op verjaardagsvisite geweest, maar het was wel heel fijn, want onze 2 dochters hebben voor ons gekookt. En het was prachtig weer. Ik ben nog nooit op zoveel zon op mijn verjaardag getrakteerd. Maar in ieder geval geen groot feest gegeven. Zeker niet, nee. En dat vinden de collegeleden eigenlijk wel jammer, want die hadden allemaal graag gebak thuisbezorgd willen zien. Maar ik heb ze beloofd dat er nog een goedmakertje komt op het moment dat we allemaal weer fysiek in dezelfde ruimte kunnen zijn. Als we het hebben over aan de regels houden. Vorige week in het interview heeft u toch wel uitgegaan naar de mensen die zich misdroegen bij het afvalbrengstation. Wat vindt u eigenlijk schroftiger? Dat of de mensen die afgelopen weekend de hek hebben weggehaald bij de afgesloten parkeerterreinen? Nou, volgens mij vallen ze in dezelfde categorie. Ze doen namelijk dingen die niet mogen en die heel dom zijn. En dat het ergste daarvan is dat ze ook een bedreiging zijn voor de vrijheid van anderen. Want diegenen die zich wel aan de regels houden, en dat is het overgrote deel, loopt het risico dat door een paar mensen die hun hoofd er niet helemaal bij hebben en gewoon rare dingen doen, niet meer in het zeegesslootgebied terecht kunnen of dat het ecopark toch gesloten zou moeten worden. En dat wil je natuurlijk ten koste van heel veel voorkomen. En dat is ook de reden waarom er ook de afgelopen dagen stevig beboet is door de politie in het zeegesslootgebied. Iedereen die zich niet aan de regels houdt, kan echt onderhand weten dat daar forse straffen op staan. En ik kan je vertellen dat het ten koste gaat van heel veel uren in je bijbaantje, pizza's bezorgen of heel veel weken zakgeld. Het zijn vooral jonge mensen. Hou je nou gewoon aan die 1,5 meter afstand. Dan is er niks aan de hand en kun je toch ook nog leuke dingen met elkaar doen. En gaat dat dan ook voor samenscholen met meer dan 2 mensen bijeenkomen? Dat geldt ook voor samenscholen. Bijvoorbeeld als je met z'n drieën in een personenauto gaat zitten en je behoort niet tot hetzelfde gezin, dan mag dat op dit moment niet. Dus ook op dat punt zijn soms boetes uitgekeerd. Met z'n vieren op een picknicktafel gaan zitten maakt dat je niet die 1,5 meter afstand in acht kan nemen. En dan, daarmee loop je het risico dat je een boete krijgt. Met z'n vieren op een picknickkleedje gaan zitten en genieten van het mooie weer en lekker je eigen gemaakte boterhammen opeten. Doe het niet. Neem dan 4 kleedjes mee. Hoe ingewikkeld kan het zijn? Er kan heel veel. En laten we ervoor zorgen dat dat ook met Pasen het geval blijft. Want het wordt met Pasen hartstikke mooi weer. Voor iedereen is duidelijk, de minister-president heeft het gisteravond nog weer gezegd, blijf thuis met Pasen, maak een ommetje, ga een stukje fietsen, maar doe datgene wat nodig is om het coronavirus te blijven bestrijden. Gaan de parkeerterreinen wederom afgesloten worden? Dat gaat zeker opnieuw gebeuren en ik ga ervan uit dat na het afgelopen weekend er geen één malloot meer zal zijn die het in zijn hoofd haalt om met die hekken te gaan sjouwen. Doet u dat ook om te voorkomen dat mensen uit andere gemeenten deze kant op komen? Want er zijn natuurlijk heel veel gebieden die het ontmoedigen. In Nieuwkoop sluiten ze zelfs letterlijk hele gebieden af. Wat we proberen te doen is inderdaad dat waterbed te voorkomen. En dat maakt dat door de hele veiligheidsregio heen, maar eigenlijk door het hele land heen, parkeerplaatsen, grote parkeerplaatsen worden afgesloten. Dat doen wij in Alphen aan de Rijn, dat doen ze ook in de Duin- en Bollenstreek, dat doen ze ook bij de stranden. En dat maakt het dus niet zo bar veel meer uit, want je komt nergens met je auto dichtbij. En dat bevestigt alleen maar die oproep en die uitnodiging. Als je even naar buiten wil, dat kan, maar pak de benenwagen, pak je fiets en maak een ommetje in je eigen omgeving. En daar is op dit moment ook zoveel moois te zien. Als je door het Rietveld gaat rijden of je rijdt in Boskoop langs al die tuinderijen. Het is allemaal makkelijk te doen, 10, 15 kilometer. Daar is echt heel veel moois te zien, juist in de lente. Ondanks de overtredingen die dan door sommige mensen gemaakt worden, geen aanleiding om gebieden af te gaan sluiten?
nog geen aanleiding om gebieden af te gaan sluiten. Zitten we op het randje of zitten we er echt nog wel ver vanaf? Nou, dat hangt er helemaal vanaf hoe dat mensen het komende paasweekend zichzelf gaan gedragen. En iedereen kan ervan verzekerd zijn dat we ogen en oren op straat hebben op die gebieden waar het druk dreigt te worden. En dat kan soms ook betekenen dat er tussen 2 en 3 geconstateerd wordt, bijvoorbeeld, dat er te veel mensen zich gaan bevinden in een bepaald gebied. En dan sluiten we het per acuut af. Dat is bij de stranden wel eens een keer gebeurd. Dat zou rondom de meubelboulevards kunnen gebeuren als het daar uit de hand loopt. En dat kan ook in recreatiegebieden het geval zijn. Maar nogmaals, als iedereen zich houdt aan datgene wat we van ons allemaal vragen, 1,5 meter afstand houden ten opzichte van elkaar en niet met grote groepen gezellig ergens gaan chillen, dan is er niks aan de hand. Dan kan iedereen van de natuur en het groen in en om Alphen aan de Rijn blijven genieten. U krijgt als burgemeester ook extra bevoegdheden om bijvoorbeeld op te treden tegen motorrijders en tegen clubjes wielrenners. Er zijn gemeenten die op voorhand daar maatregelen tegen gaan treffen. Wat gaat Alphen doen? Dat gaan wij niet doen. Eigenlijk zeg ik met een knipoog, past dat ook niet binnen de grenzen van de noodverordening. We weten met z'n allen dat het motorrijders graag met de lente weer de straat opgaan. Die veroorzaken soms geluidsoverlast, soms verkeersoverlast. Maar daar hebben we het reguliere instrumentenpakket van de Wegenverkeerswet voor, de Algemene Plaatselijke Verordening voor. En daar past eigenlijk niet de noodverordening bij. Pasen komt eraan. U zegt blijf zoveel mogelijk thuis en anders in je eigen omgeving. In je eigen omgeving. Ga gerust even genieten van het mooie weer. Maar vanuit je eigen woning. Blijf thuis. Er is volop te genieten. En we weten met z'n allen dat we met een bikkelharde strijd aan de gang zijn om dat coronavirus niet verder te laten verspreiden. En daar blijven deze maatregelen iedere dag, iedere week en de komende weken en misschien zelfs wel maanden bij nodig. We horen het steeds alle deskundigen zeggen. We hebben een iets afvlakking van die stijgende lijn te pakken. Maar dat blijft alleen maar zo als we het met z'n allen volhouden. En we doen het niet omdat we het allemaal zo leuk vinden dat we niet naar het strand kunnen of niet de trein kunnen pakken of niet met z'n allen naar de meubelboulevard toe kunnen gaan. We doen het om dat coronavirus te bestrijden. En dat moet iedereen toch echt heel goed tussen de oren houden. En in de eigen omgeving blijven, dat is bij voorkeur dus ook niet naar het Europapark gaan, niet naar Park Zegersloot gaan, niet naar het Bentwoud gaan, ook niet voor Alphenaren. Nee, want, dat is de oproep die de gemeente afgelopen vrijdag heeft gedaan. Nee, dat is niet de oproep. Dan vat je hem echt verkeerd samen. Je mag gerust een stukje gaan lopen. Je kan gerust een stukje gaan fietsen. Maar zorg ervoor dat je die 1,5 meter afstand houdt. En probeer het ook een beetje te spreiden over de dag heen. Als ik met de hond ga, dan kan ik een stukje langs de Heijmanswetering. Dan kan ik een stukje richting het Zegersloot gebied. Dat geldt voor iedereen. Maar hou die afstandsregels in de gaten. Als we dan nog hebben over groepsvorming. U stipte er net al aan, bijvoorbeeld in het Europapark, maar ook in het Heenpark. Zijn er de nodige meldingen geweest van jongeren die zich met name bij skateparken zich ophouden? Topaasplantsoen, verschijnen veel foto's op sociale media van jongeren die zich verzamelen. Wat doet de gemeente en wat doet de politie daaraan om dat te voorkomen? We zijn er heel veel, niet alleen met bijzondere opsporingsambtenaren en politiemensen, maar ook met jeugdwerkers. We doen een beroep ook op ouders natuurlijk, om te weten waar hun kinderen zijn en hen ook aan te spreken om zich te houden op de regels. En net als op heel veel plekken gebruiken we een beetje de wortel en de stok. Want je hebt vast ook gezien dat er een aantal wijkagenten smileys aan het tekenen zijn bij verschillende speelplaatsen. En die smileys die staan 1,80 meter uit elkaar, zodat kinderen en jongeren ook kunnen zien wat die 1,5 meter voorstelt. Dat is een uitnodiging om je er allemaal aan te houden. Dat is de wortel. En de stok is dat op het moment dat jongeren dat niet doen, ze een fikse bekeuring riskeren. En een aantal daarvan heeft dat de afgelopen dagen ook mogen ervaren, om het maar zo te zeggen. En volgens mij is er een heel helder signaal gegeven. Als je je niet houdt aan de bestaande afspraken, ja, dan kan je dat letterlijk duur komen te staan.